Hilly, we zijn bij, bij Mia Art op de zolder. En hier zijn allemaal leerlingen van de Zeven Linden. Maar wat zijn die aan het doen? De leerlingen van de Zeven Linden zijn hier allemaal doeken aan het schilderen. Die doeken die worden na de tijd aan elkaar geschoven. En er worden foto's van gemaakt. En die foto's, daar worden panelen gemaakt die bij het Kotermeer, bij het zwembad komen te staan. En je ziet hier dan gewoon de leerlingen al druk bezig. En maar ze zijn zeer fanatiek. Dat zie ik. Maar even terug naar de Kotermeer, hè? Want daar zijn twee informatieborden zijn daar geplaatst, hè? Ja, die informatieborden komen bij de Koppelweg en die zouden eigenlijk weggedaan worden. En ik vond dat ze wel een tweede leven eigenlijk konden hebben. Ik zeg van, ik heb er wel een plekje voor. Dus en de gemeente die heeft hem eigenlijk bij het waterschap opgehaald. Die heeft hem op de opslag in bij Borre neergelegd. En die hebben dat heel mooi voor mij daar geplaatst. En dat is hartstikke goed. Dus wat dat betreft heel prima samenwerking. Maar wat komt er op het informatiebord te staan dan? Over de oorsprong van het Kotermeer, dat er zeg maar in de jaren 80 hoe het al aangelegd is in verband met zandwinning en dat na de tijd nou ja, een stukje woningbouw gelokaliseerd is en recreatie en een stukje natuur. En achter de kever is een stukje dat bevat unieke flora. Dus, daar gaan we nog een keer kijken, hè? Daar gaan we nog een keer kijken, maar dan in later seizoen. Ja, natuurlijk, dat is mooier en warmer weer is. Deze leerlingen van de Zeven Linden zijn hier aan het schilderen, maar met deze schilderijen er wordt wat speciaals mee gedaan. Nou, het is de bedoeling dat ze na de tijd een plekje kunnen vinden, even in de hoe het toch provinciehuis is, Zwolle. Want dit is ook naar aanleiding van de subsidieaanvraag bij de provincie van Overijssel, in het kader van Jij en Overijssel. En als ik daar een plekje heb, dan hoe het toch ook eventueel in het gemeentehuis in Hardenberg. Maar zodra het hier allemaal klaar is, dan worden het toch en de foto's zijn gemaakt, panelen zijn klaar. Dan gaan de schilderijen naar school. Dan kunnen de andere leerlingen ook zien wat deze leerlingen gemaakt hebben. En de foto van deze schilderijen, die komt in het paneel. Gemaakt. Daar worden panelen van gemaakt. Dus, Duidelijk verhaal. Heel veel plezier dan met elkaar.